Nou, we staan hier in het prachtige Midwoud-Oostwoud. Daar hebben we een mooie zonneweide gerealiseerd. Dat is op gemeentegrond gerealiseerd. En wat ons heel erg aanspreekt bij dit project is dat er financiële participatie en omgevingsparticipatie heeft plaatsgevonden. En zoals jullie zien is het ook heel erg mooi landschappelijk ingericht. En is er ook ruimte voor recreatie. Dus mooie fietspaden, wandelpaden langs de zonneweide. Wat ons dan aanspreekt ook is van, hè, wij leren hiervan als West-Friesland ook hoe we zonneweides willen gaan realiseren. En we willen dat omvatten in een beleidskader wat we echt op regionaal niveau gaan opstellen. Dus namens de West-Friese gemeente. We hebben ook de inwoners uit West-Friesland gevraagd naar hun mening daarover. Dus we hebben onlangs een enquête uitgedaan onder een deel van de West-Friese inwoners. Zij hebben ons daarbij input gegeven wat we ook kunnen gebruiken voor dat beleidskader. En dat beleidskader, dat willen we eind van dit jaar of begin volgend jaar ook ter vaststelling aanbieden. Nou, wat me aanspreekt in West-Friesland is gewoon de manier waarop we dat samen doen. Natuurlijk zijn er altijd wel eens wat hobbeltjes om te nemen. Maar uiteindelijk komen we tot een heel mooi product, ook om daar mee verder te gaan. En de West-Friese mentaliteit is dan ook de handen uit de mouwen steken. Gewoon gaan met elkaar kijken hoe we het proces op een goede manier kunnen omvatten. En toewerken naar een heel mooi resultaat.